Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan-Willem en deze keer gaan we kijken naar spiegelbeeld-isomerie. Um, en spiegelbeeld-isomerie is wat dat betreft eigenlijk een beetje een verraderlijke. Want bij spiegelbeelden denk je juist dat er spiegelbeelden ontstaan. Maar het wonderbaarlijke is: het is net hoe je het bekijkt, soms is dat niet eens helemaal zo. Maar het is gewoon de term die we eraan geven. En hoe komt die term nu? Nou, die term die heeft eigenlijk meestal te maken met dat we een atoom hebben. Uh, een asymmetrisch atoom. En dat betekent, en nu probeer ik het even 3D te tekenen: dat aan dat atoom naar boven um, schuin naar voren, naar achter en schuin de andere kant op naar voren, dat daar verschillende groepen aan zitten. En die verschillende groepen die eraan zitten, die. Zitten in een bepaalde volgorde. En het mooie hiervan is, die volgorde, die wil, of die volgorde, die levert op dat het mm, met wat draaien toch nooit hetzelfde te krijgen is. Namelijk, als ik deze twee varianten teken: um, één waarbij aan de dat moet ik met stippeltjes doen, even voor de zekerheid. Eén um, waarbij aan de onderkant een roze, een groene en een rode zit. En een andere waarbij een roze, een groene en een rode zit. Maar in een andere volgorde. Uh, desnoods, uh, pak een stukje papier. Pak een paar knikkers. Pak een paar weet ik wat, stukken kauwgom. Stop er papiertjes of uh, stokjes tussen. Um, maak deze dingen maar eens na. En probeer ze te laten draaien of probeer ze te draaien en probeer ze hetzelfde te krijgen. Wat je gaat zien is dat dat niet lukt. En omdat dat niet lukt, um, hebben we spiegelbeeld isomerie. En hoe ga ik dat nu op een andere manier tekenen? Want dit is natuurlijk hopeloos. 3D tekenen kan niemand. Um, ik kan bijvoorbeeld zeggen: stel ik heb een koolstof met daaraan vast een OH-groep. Met daaraan vast een waterstof, met daaraan vast een NH2-groep en met daaraan vast een CH3-groep. En als ik nu een andere koolstof teken, met daar ook die drie verschillende groepen aan. Uh, nu moet ik het niet helemaal spiegelbeeld gaan tekenen, natuurlijk. Uh, ch 3 Dan heb ik hier de spiegelbeelden. Ik doe het in Feynman-projectie. In deze projectie. Dan gaan we eigenlijk gewoon zeggen dat wat je links en rechts tekent, als je dat omklapt, dan is dat ook daadwerkelijk andersom. En het mooie hiervan is: deze deeltjes zijn optisch actief. Wat betekent optisch actief? Um, de ene zal ervoor zorgen dat als ik daar gepolariseerd licht en gepolariseerd licht, um, je kunt zeggen van als ik lichtgolven heb, lichtgolven. Vanaf de zijkant gezien lopen misschien zo. Maar die kunnen misschien ook in een andere richting lopen. Of die kunnen in nou ja, allerlei richtingen. Um, ik kan het bijna beter even op de video laten zien. Een lichtgolf die kan op en neer gaan. Of die kan heen en weer gaan. Of die kan scheef gaan. Maar gepolariseerd licht betekent dat als je kijkt vanaf de voorkant. Dat alleen maar de lichtgolven op en neer bewegen en niet heen en weer. Of als ik het de kwartslag draai, dat ze alleen maar heen en weer bewegen en niet op en neer. Maar wat doet een optisch actieve stof nu? Die optisch actieve stof die zegt als het licht door een aantal van die moleculen of langs een aantal van die moleculen gaat, dan zal het per molecuul een stukje gedraaid worden en na verloop van tijd hebben we dus dat het licht ineens een klein beetje meer naar rechts staat. Of bij de spiegelbeeld isomeer, dat we juist zeggen: van nee, dat licht wordt optisch een klein beetje naar links gedraaid. Dus het licht dat eerst op en neer ging, die lichtstralen die eerst op en neer gingen, die gaan nu scheef. En hoe langer ze er doorheen gaan, hoe verder het draait. Daar kunnen we letterlijk stereoisomeren aan herkennen. Namelijk twee stereoisomeren zullen van zichzelf exact dezelfde draaiingshoek leveren bij eenzelfde afstand en concentratie. Alleen het ene isomeer, de L-variant, draait hem een stuk de ene kant op, de D-variant draait hem een stuk de andere kant op en L en D, dat is een beetje verward, heeft niks te maken met links en rechts draaiend. Het is gewoon een handige benaming. Um, de reden die erachter zit, het is bijna onmogelijk om zelfs een logisch verhaaltje daaruit te kunnen vinden. Maar goed, um, als we nu gaan kijken naar stereo isomeren, dan kunnen we daar ook nog... Nou, ik pak gewoon even een... Uh, Oeps, nope. Uh, annuleer dit allemaal. Nieuw schermpje, nieuw schermpje, ja. Um, dan kunnen we ook zeggen van stel, ik heb nu meerdere asymmetrische koolstoffen. Dus ik heb een koolstof, ik heb een koolstof, ik heb een koolstof. Ik heb hier een OH-groep. Ik heb hier een NH2-groep. Ik heb hier nog een NH2 groep. Ik heb hier nog een NH2 groep. Ik heb hier een chlore-groep, Ik heb een H, een H een H. -tje. En ik ben nu zomaar willekeurige stof aan het bedenken. De kans dat dit ooit stabiel bestaat is. Denk ik niet zo heel groot. Maar wat we hier wel kunnen zeggen is dat we hier een, steer of hier een asymmetrische koolstof hebben, hier een asymmetrische koolstof en hier een asymmetrische koolstof. En omdat we dus meerdere asymmetrische koolstoffen hebben, kunnen we hem ook bijvoorbeeld tekenen met de NH2-groep. Deze kant op, nog eentje die kant op en eentje de. Andere kant op. Of ik kan hem tekenen. Nou ja, uh, NH2 groep. Uh, eentje. De... Ik moet echt een keertje N niet in het spiegelbeeld tekenen als ik dit uh, ga doen. Uh, maar goed, dan hebben we er nog één. En als ik nu ga kijken, dan kan ik eigenlijk zeggen dat we een soort van binair rekenen moeten doen. En dat betekent dat we gewoon zeggen dat per. Asymmetrische of eh, per asymmetrische koolstof. Um, of eigenlijk in het algemeen per asymmetrische stikstof mag ook. Die hebben we in dit plaatje niet. Maar goed, per asymmetrische stikstof, of in het algemeen per asymmetrisch atoom. Um, moeten we het aantal mogelijkheden keer 2 doen. Dus in dit geval, want ik had geen zin om ze allemaal uit te tekenen. In dit geval heb ik drie asymmetrische koolstofatomen. Dus dat betekent dat ik hier twee keer twee keer twee. Dan heb ik hier acht mogelijkheden. Um, nu moeten we daar bij één dingetje een beetje uitkijken. Namelijk als ik nu deze variant teken. Uh, bijvoorbeeld ik heb er hier eentje met een OH-groep, nog een OH-groep, nog een OH-groep, hier een chloor, hier een CH3, hier ook een chloor, hier ook een CH3, en hier een... Nah, gewoon een haartje, altijd leuk. Um, dan moeten we even gaan opletten, want dan ga je natuurlijk zeggen van, oké, okay, dit is een asymmetrische, dit is een asymmetrische, maar deze is helemaal niet asymmetrisch. Dus de middelste is niet asymmetrisch, want zowel boven als onder zit er eenzelfde zijgroep. Het lijkt op het eerste gezicht wel, maar het is dus een heel ander ding. En datzelfde kan ik ook hebben bij een nog wat leukere variant. Trouwens, hier heb ik dus twee keer twee is vier mogelijkheden. Uh, nog een andere variant. Stel, ik heb hem um, zo. Ik heb hier weer een OH-groep. Ik heb hier een OH-groep. Ik heb hier een chloor. Ik heb hier een... Uh, ja, laten we maar gewoon die uh, NH2-groepen, die amino-groepen, eraan vast blijven hangen. En ik heb hier weer een chloor. Dan gaan we natuurlijk wel zeggen... dit is een asymmetrische en dit is een asymmetrische. Maar ik heb nu hier een spiegelvlak... En dat spiegelvlak betekent dat als ik zeg ik heb een. Ik doe het even alleen met de oh Ik heb hier de OH variant. Ik heb hier nog eentje met een OH de ene kant op. En ik heb er hier een met een OH de andere kant op. Ik heb er hier een met een OH deze kant op. En de andere OH naar de andere kant. En ik heb hier natuurlijk nog een OH variant. En ik heb hier nog een OH variant. Um, maar wat we nu krijgen, je zou nou natuurlijk zeggen van, ik heb hier 2 keer 2 is vier mogelijkheden. En als ik dat hier onderen heb uitgetekend, dan zie ik ook vier mogelijkheden. Maar ik heb hier een spiegelvlak. En dat spiegelvlak, dat betekent dat ik deze twee van plaats kan wisselen. In dit geval blijft het hetzelfde. Um, in dit geval, als ik deze twee van plaats verwissel, blijft het. Ook hetzelfde. Als ik deze twee van plaats verwissel, dan krijg ik een variant die hetzelfde is als degene die erboven staat. En daarom hebben we de algemene extra regel um, per inwendig spiegelvlak. Min. 1. Dus ik heb hier niet 2 keer 2, maar ik heb hier 2 keer 2 min 1 is 3 mogelijkheden. Want ja, als ik iets kan omdraaien en ik kom op hetzelfde uit, dan is het een uh, klein beetje zinloos verder. Um, goed, dan heb ik nog één laatste toevoeging aan het geheel. Namelijk, ik heb hem nu alleen met koolstof gedaan. En koolstof gedaan die asymmetrisch is, maar bijvoorbeeld een stikstof. En dat is best wel verwarrend. Een stikstof kan ook asymmetrisch zijn. Namelijk die stikstof die um, eigenlijk die elektronen, dat elektronenpaar dat nergens aan vastzit, um, is wel een elektronenpaar dat nergens aan vastzit. En dat levert op dat deze stikstof nog steeds die tetraëderstructuur heeft, die piramideachtige structuur. En zo'n piramideachtige structuur is eigenlijk de ijs voor optische activiteit. Goed, dit uh, was uh, het grove verhaaltje over stereoisomerie. En ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad, dat dit duidelijk was. Zo, nee, nou laat het me weten, geef een comment, uh, zet het erbij. Uh, stuur een mailtje naar info.forberta.nl. Zodat ik misschien eens kan kijken van uh, wat mist er nog aan uitleg? Dus info.berta.nl. Voor informatievragen. Mag altijd. Ik zal misschien vanwege drukte niet altijd direct antwoorden. Maar ik zal proberen het in de video natuurlijk te verwerken. Goed, wederom bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.